Ik vond het heel fantastisch. Fantastische film. Eigenlijk, ik heb veel gehuild. Weet je, omdat dat was mijn biografie. Eigenlijk. Ik heb mijn biografie alles daar gezien. Omdat ik heb Marokko verlaten toen ik was 10 jaar oud. Ik heb het niet zoveel. Het is alleen de stories en memories van mijn ouders, van mijn broers. Die kwamen wat later. Omdat ik heb geëmigreerd naar Israël toen ik was 10 jaar oud. En deze memories en alles. Ik ben wel 4 keer naar Marokko teruggegaan om te zien Dus enfin, ik vond het zo prachtig. En dat is voor de eerste keer die ik heb zo genoten van Marokko. Ik zag het heel anders uit dan wat je ziet, wat je bent en alles. En speciaal de historie tussen de Joden en de Araben. I wish. Vandaag was ook in Israël zo. Weet je wat ik bedoel? Fantastisch. Het is fantastisch. Gewoon om te zien hoe de Joodse, ze praten over de Arabieren. En de Arabieren, ze praten over de Joden. Het is gewoon fantastisch. Er is altijd plaats voor iedereen. En dat liefde. En dat... Ja, werd ook laten zien van dat de positie van de Marokkaanse Joden wat minder is dan de andere Joden. Wat vond u daarvan? Kijk, het depend wie je vraagt. Ja? Zijn Marokkaans, Joods-Marokkaans, die ze verlengen die tradition. Ze kwamen naar Israël en ze dachten dat daar verwachten hun... paradijs. Maar dat is niet waar. Begrijp je? Dus, en de Joodse kinderen, ze hebben een respect voor de ouders. Respect voor wat ze leren, wat ze doen. Ze kwamen naar Marokko, naar Israël. En ze zijn heel anders geworden dan in Marokko. En de ouders, ze hadden spijt waarom ze zijn naar Israël gegaan. Kijk hun kinderen wat ze doen. En waarom zijn jullie eigenlijk gegaan? Omdat ik ben in die 55, was eigenlijk de problemen met de independence van Marokko. En daar was de conflict. En daar was niet safe in die tijd. En hoe bent u zelf gegaan naar Israël? Zijn jullie per boot gegaan? Tussen... Ja, met de boot. Het heeft mij bijna 1 jaar geduurd totdat ik ben naar Israël gekomen. Waar bent u eerst naartoe gegaan? Eerst in de kibbutz. Ik ben gegroeid in een kibbutz in Israël. Ja. Ja, ik vond het een hele interessante film. Ik ben helemaal niet thuis in het onderwerp van de geschiedenis van Joden in Marokko en hun verdrijving ook naar Israël toe. En heb via deze film een eerste kennismaking gehad en die vond ik heel leerzaam. Ja. U zegt verdrijving, waarom? Nou ja, verdrijving, het is eigenlijk laat de film zien dat dat een interpretatie is. Bij sommigen voelt het op die manier, maar... mensen hebben zelf ook de wens gehad om die kant op te gaan. Maar het is heel dubbel. Het is een heel complex proces geweest. De redenen waarom mensen het nodig vonden om te vertrekken. Het is wel degelijk ook een bewuste campagne, operatie geweest vanuit de Israëlische Zionisten. Maar er was ook een gehoor voor blijkbaar. Dus het is complex. Ik zou het inderdaad niet alleen maar verdrijving kunnen noemen. Maar dat heeft de film wel laten zien. En daar ging de discussie na afloop ook over. Indrukwekkend, leerzaam, maar ook triest eigenlijk. Ja. Waarom vond je hem triest? Nou, omdat je ziet hoe mensen eigenlijk beroofd zijn van hun identiteit om vervolgens andere mensen te beroven van hun land. En dus heb je eigenlijk alleen maar slachtoffers in deze. En Ik vind het gewoon eigenlijk heel erg triest wat er gedaan is met de Joodse Marokkanen
En wat dat vervolgens weer voor effect heeft gehad op de Palestijnse inwoners die hun eigen land hebben moeten verlaten om plaats vrij te maken voor die Marokkaanse Joden die uiteindelijk eigenlijk ook alleen maar in een ellende terecht zijn gekomen. Die op een gegeven moment ook op zoek gaat naar haar roots in Marokko, dat ze op een gegeven moment aangaf van ja, dat ze eigenlijk geen thuis heeft. Dat Marokko niet haar thuis is, maar Israël ook niet haar thuis is. En dat zo iemand dat dus eigenlijk gewoon thuisloos is gemaakt door, door de politiek, door de geschiedenis eigenlijk.